Een hele goede dag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Vandaag is de eerste dag dat ik weer begin met dagelijks vloggen. En Jordi ligt inmiddels te slapen voor zijn middagdutje. Hij had vanochtend vrij veel buikpijn enzovoort, dus ik heb dat niet gefilmd. Ik ben wel met hem naar de winkel geweest. En hij heeft al zijn dingetjes gehad die hij moest hebben. En ik ga zo even stofzuigen en dweilen. Want straks komt ook de logopedie. En ja, het is even nodig om stofzuigen en te dweilen. Ja, voor de rest, als jullie wakker is, dan... ik weet niet hoe laat het is. Dus bij hem nou op dit moment even de vraag. Gaan we natuurlijk weer laten zien, ouderwets, hoe dat hij wakker wordt. Kijken of dat hij vrolijk is of chagrijnig, dat is de vraag. En ja, ik ga dus nu heel even stofzuigen en dan ga ik even zelf ook wat eten. Zo, ik heb gestofzuigd en gedweld. En Jordi ligt nog lekker te slapen. Ik ga zo even voor mezelf een broodje maken, als het allemaal droog is. Ik wil nog wel één ding zeggen. Kijk, niet iedereen in onze omgeving komt op beeld. De een wil dat niet, we hebben er geen behoefte aan, prima. Maar dat betekent niet dat wij geen vrienden, familie hebben die om ons heen, ja, echt ook om ons geven. Wij hebben in de tijd dat wij in het ziekenhuis waren, hebben we heel veel contact gehad met iedereen. En we hebben zelf besloten om geen bezoek te ontvangen. Dit omdat... Ten eerste, het was gewoon te veel voor Jordi. En Jordi was gewoon eigenlijk ja, met alles bezig, behalve met bezoek, bij wijze van spreken. Dus dat werd ook echt te veel voor hem. Dus we hebben ook echt gezegd van nou, nee, geen bezoek. Op de momenten dat wij zelf in het ziekenhuis zijn, hebben wij alle aandacht nodig voor Jordi. Dus ja, vandaar dat wij daarvoor gekozen hebben. Dat is natuurlijk voor iedereen anders, hè. De een wil dat wel, de ander wil dat niet. Wij hebben ervoor gekozen om het niet te doen. Betekent niet dat wij dat er niet aan ons gedacht werd. Want wij hebben vanuit alle hoeken, zelfs van hoeken waar we het niet van verwachten, hebben we steun gekregen. We hebben zelfs een kaart gekregen van de hele straat. Die hebben allemaal een kleinigheidje ingelegd om voor Jordi een cadeaukaart te kunnen doen. En de dag dat ik dat hoorde, en Niels ook, hadden we allebei een brok in onze keel. Dat dat voor ons gedaan is, voor Jordi. En ook bijvoorbeeld onze buren, die hadden de sleutel voor de post. En toen wij thuis kwamen, toen kwam die nog een bloemetje brengen. Dus ja, wij boffen met onze omgeving, met onze vrienden, met onze familie. Wij boffen zo ontzettend. En het lijkt af en toe alsof wij geen contacten hebben. Maar niet iedereen wil gewoon op camera. En ik ga ook niet iedereen filmen. Want mensen hebben hun privé. En dat respecteren wij. En dat willen wij ook gewoon blijven respecteren. Maar ik wil wel even gezegd hebben. Dat het misschien daarom lijkt dat wij geen achterban hebben. Maar die hebben we wel degelijk. En die zijn ons ook allemaal even dierbaar. En ja, dat was eigenlijk een beetje wat ik wilde vertellen. Ik weet niet waar jullie precies zien, maar hier is er nog eentje aan het slapen. Maar ik moet hem wakker maken, want er dadelijk komt de logopedie even. De vrouw die hij normaal altijd heeft met de logopedie, die gaat met zwangerschapsverlof. En je steekt de aai, hoor. Je steekt me aan. Maar die vrouw die dus normaal altijd komt met de logopedie, die gaat met zwangerschapsverlof. En er komt dus een nieuwe vrouw, zeg maar, die haar dus vervangt. Nieuwe logopediste. En die komen om 3 uur. En ik ben hem dus aan het pakken maken. Al een kwartiertje. Maar hij wil niet wakker worden.
Hij moet wel lachen als ik dit doe. Heb maar op. Doe je hem wakker worden? Doe je oogjes het open dan? Ja, is lastig hè. Mama heeft er ook altijd te veel problemen mee. Maar jij moet dat ook. Jij moet wakker worden. Zo, luier verschoond. Aangekleed. Leek nog heel eventjes te spelen. En dan zo dadelijk krijgt hij de logo op bezoek. De logo is inmiddels geweest. We hebben een gesprekje gehad. Jordi is aan het spelen. Ik ben ondertussen eten aan het koken. Want het is alweer tijd onderhand. Ik heb met de logo ook gesproken over het feit dat ik het idee heb dat Jordi toch een soort van trauma heeft overgehouden aan de operatie. Onder andere dat hij niet wil zitten meer zelfstandig. Hij wil wel eens een stoeltje, maar niet meer zelf zitten. En dat maakt logopedie in principe toch wel wat lastiger af en toe. En we gaan de komende tijd even kijken hoe we dit aan gaan pakken. Misschien dat het van korte duur is, maar misschien dat er ook meer voor nodig is. Ook dan daarbij als zijn luier open gaat, bijvoorbeeld dat hij al begint te schreeuwen. En ja, dat heeft allemaal natuurlijk pijn gedaan. En dat doet misschien nu nog wel pijn of last. Of het zal niet meer de pijn zijn die hij gehad heeft. Dus ja. Dan moeten we gewoon heel even kijken hoe we dat allemaal gaan doen. En we gaan nu op papa wachten, hè? Ja. Gaan we op papa wachten? Jordi. Kijk eens. Gaan we op papa wachten? Ja, was je lekker aan het spelen? Ja? Was jij lekker aan het spelen? Oké. Okay. Was jij lekker aan het spelen? Nee, je kan niet altijd je zin krijgen. Pak hem. Goed zo. Doe maar heen en weer rijden. Kom maar heen en weer. Of je doet hem op mama. Dat kan ook. Aboe. En waar heb je hier nou weer zitten? Dat weet ik ook niet. Nu zo heen en weer rijden zo. En dan... Zolang ik maar niet zijn armpje vastpak, is het eigenlijk wel goed. Aboe. Ga je spelen? Waar Jordi straks nog helemaal over de zijk ging als hij ging zitten, is papa het gelukt. Boom! Goed zo! Hoe heb je dat geflikt, papa? Gewoon zo, en dan zijn we aan het los. Een afleiding. Dan moeten we dat dus gaan oefenen. Hè, papa? Trouwens, Niels is weer thuis van zijn werk.
En we hebben gegeten. Jordi, die ligt nu op bed, maar die wou niet slapen. En Niels is hem nu aan het troosten. En ik ga heel eventjes mama tijd doen. Ik ga nageltjes bij mezelf zetten. Mocht dat van Niels. Dus ik hoop dat Jordi dadelijk gaat slapen. En dat hij uiteindelijk gewoon kan gaan sporten. En dat ik dan straks lekker weer nagels heb. Want ik miste ze wel, dit is niks. Goedemorgen. Ik ben gisteren de vlog vergeten af te sluiten. Nee, ik ben het gewoon vergeten. Dit zijn mijn nagels geworden. En Jordi is nu wakker. We hebben eigenlijk in principe een soort van uitgeslapen. Jordi? Jordi? Ben je wakker? Koekoek? Hallo? Hallo? Ja? Ben je allemaal aan het doen? Ja. Zal mama jou eruit gaan halen en een flesje geven? Met alle medicijntjes. Aboe. Boe, 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 boe. Hehe, wij zijn nou even fruithapje aan het eten. Ik had even een potje gehaald, want anders werd het echt te laat voor Jordi. Want hij houdt zich op dit moment strikt aan de regels qua slaaptijden. Hij moet ook echt tegen 11:30, 12:15 de fles hebben gehad, want anders houdt hij het gewoon niet meer vol. Dus ook gewoon omdat hij aan het herstellen nog is. Ik heb vanochtend heb ik eerst met hem... problemen met zijn luier doen gehad, want ja, daar heeft hij natuurlijk die fobie voor. Of fobie aan overgehouden aan die operatie. Toen ik daarmee klaar was, toen scheet hij nog een keer zijn luier vol. Dus toen kon ik weer van voor af aan beginnen. Niet dat het erg is, ik doe dat met liefde. Maar dan denk je, oh gaar, dan moet hij weer helemaal... Ja, dan moet hij weer helemaal die fobie... Heeft hij dan nog een keer last van en dat is dan niet wat je wil. En ja, gaar, breekt mijn hart in duizenden stukken. Maar ja, dat hebben we nou dan gedaan. En dan heb ik zijn flesje gegeven en hem aangekleed. Want ook als ik hem aankleed, denkt hij dat ik alsnog iets aan zijn luier ga doen. Dus dan is dat ook weer paniek, totdat hij in de gaten krijgt van nee, ze gaat niks aan mijn luier doen, want er had er niks in zitten. Ik had hem dus uiteindelijk aangekleed. En toen zijn we naar de winkel gegaan. Ja, we hebben naar de winkel, hè. En dus naar de winkel geweest, wat dingetjes gehaald. Avondeten gehaald. Ik had zo'n zin in Hutspot, dus dan gaan we vandaag eten. Lekker wortelstamp. Gewoon lekker ouderwets, zoals ik het ken. En nou zijn wij terug, want het werd anders wel heel laat. Want ja, als hij zo zit te schreeuwen en alles en doen, ja, dan schiet het ook niet allemaal op, want hij gaat helemaal in verstijfde houding. Dus ja, als je dan een luier wil verschonen, dat is lastig. Dus, maar dat is uiteindelijk allemaal wel gelukt. Maar ja, dan duurt het gewoon allemaal ietsjes langer dan dat de bedoeling was. Dus ja, hè. Dat dus. En nou zijn we dan zo'n fruithapje aan het geven. En ik ga zijn sok uittrekken. Rivier. Want die had hij toch al half uitgetrokken.
Is iemand wakker? Ben je wakker? Ja, ben je wakker? Abu, was jij wakker? Hé, lekker duiveltje van me. Was jij wakker? Abu. Ben jij daar? Waar is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dus wel een beetje dichtbij, Jordi. Ja. Wat ga je nou doen? Hij wou dus even mijn telefoon opeten. Ja, dat kan. Zullen wij uit bed gaan? Doe mama jou verschonen. Ja, doe mama jou verschonen. Vind je niet leuk, dat weet ik. Maar dat gaan we wel doen. En dan gaan we soepje eten. Soepie? Gaan we soepje eten? Soepje eten? Gaan we soepje eten? Ik denk dat dat een ja was. Deze kleine rat heeft net zijn fles gehad. En hij wil nog niet slapen. Hij heeft vandaag een lolbroek aan, denk ik, of zo. Want hij zit aan het lachen. En aan het bewegen. Kleine rat. Ja. Het is toch wel fijn om hem zo te zien, ook al weet ik dat het een moeheidskick is. Maar toch, hè. Ik ben wel blij dat hij kan lachen in ieder geval. Zeg je nog wat rusten tegen iedereen? Maar welterusten. Welterusten. Slaap lekker. Hallo, je moet wel. Zeg maar welterusten. Nou, jullie horen het. Hij zei welterusten. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Hallo? De jongen heeft de grootste lol hier. Maar goed, ik ga zorgen dat hij even in slaap komt. Waar de rat hij er rondloopt. Hier. Nee. Ben je allemaal aan het doen? Nee, je moet omhoog. Ja. Ga je nog een keer wat rusten zeggen dan? Zeg maar wat rusten allemaal. Nee, komt niks meer uit. Oh, toch wel. Nee, dan weten jullie dat. Jullie zijn eindelijk lekker in slaap gevallen. Ik heb niet zo heel veel meer gedaan vanavond. Wel al geëdit, zodat ik morgen sneller klaar ben. En nou gaan wij zo in slaap vallen. Wij gaan zo in slaap vallen. Bij deze sluiten we deze ups en down af. En morgen beginnen we weer een nieuwe. Wel trusten allemaal. Wel trusten.